Goeiedag. Vandaag gaan we een alternatief voor tiramisu maken. Ik maak nu vandaag een tiramisu met bosvruchten. Kun je vers gebruiken. Je hebt ze in de winkel, heb je ze ook uiteraard bevroren liggen. Allemaal prima, geen probleem. In plaats van slagroom gaan we nu vandaag wel eieren gebruiken. Uiteraard gaan we mascarpone erin verwerken. Ik heb suiker, ik heb vanillesuiker, lange vingers. En ik ga hem niet in een schaal maken, maar ik ga hem opmaken eigenlijk in bakjes. Gewoon per portie, gewoon in een bakje. Het ziet iets vrolijker, iets zomerser ziet het er dadelijk in ieder geval uit. Dit is anders dan de traditionele tiramisu op basis van cacaopoeder. Wat ik als eerste zal gaan doen, is het splitsen van de eieren. Ik ga de eieren, het eiwit en het eigeel heb ik apart nodig. En ja, het is niet zo heel erg moeilijk om een ei te splitsen. Ik heb gewoon een aantal middelgrote eieren heb ik, niet de allergrootste. En op deze manier gaan we dat splitsen. Het eigeel, daar heb ik nu de suiker bij gedaan en de vanillesuiker. En ik ga die nu opkloppen tot een mooi lichte geheel. De eigeel hebben we dus nu met de suiker hebben we die goed gemengd. En je ziet dat die mooi naar de witte kant gegaan is. En dat is eigenlijk voldoende. Ik zie dat er nu nog een heel klein beetje van de garde afloopt. Ik mix dat nog heel even doorheen. Het hoeft niet helemaal... het moet wel glad, het moet gewoon een glad mengsel moet het gaan worden. Nou, dit is klaar. Vervolgens gaan we nu zometeen de eiwitten opkloppen. Ik maak even de gardes goed schoon. Die moet ook eigenlijk vetvrij zijn, want op het moment dat er iets van vet aan zit en ik ga de eiwitten proberen op te kloppen, dat zal niet lukken. Dat moet dus gewoon allemaal moet droog zijn. Twijfel je er een heel klein beetje aan of het inderdaad vetvrij is, pak dan een papiertje, doe daar een beetje citroensap op en wrijf het dan allemaal even uit. Citroensap ontvet heel erg goed en weet je heel zeker dat er niks gebeurt. Maar mijn kommen en alles zijn net eigenlijk afgewassen, zit geen vet aan, dus ik kan ze zo meteen gaan opkloppen. Nou, de garden zijn schoon. Ik ga nu de eiwitten kloppen tot een mooi stijf is. Nou, zoals je ziet, de eiwitten zijn nu geklopt. Ze zijn gewoon stijf. Ja, ze vallen al bijna niet meer uit de bak. Nu gaan we vervolgens door het eigeelmengsel. Gaan we de mascarpone daar eerst doorheen mengen. Waarom? Niet een andere volgorde. Ik wil zoveel mogelijk lucht die in het eiwit zit, wil ik straks ook weer in de rest van het mengsel krijgen. Daarom eerst het eigeel met de mascarpone. En als dat gedaan is, dan pas gaat uiteindelijk het eiwit er doorheen. Ik ga even proberen of dit wat makkelijk gaat, anders pak ik zo meteen even de garde. Want dan weet ik zeker dat ik hem makkelijk erin gemengd krijg. Het moet wel goed gemengd zijn dat je niet in ieder geval dat de mascarpone er gewoon echt goed erin zit. Voor het mengen van de mascarpone en het eigeelmengsel heb ik toch heel even de garde gepakt. Omdat alleen met de pannen lekker bleven er wat klontjes over. En zoals je ziet met de garde is het een mooi glad mengsel geworden. Het is nog steeds is het luchtig, maar we gaan nu door het eiwit er toe te voegen, wordt het extra luchtig geworden gemaakt en dan is het ook eigenlijk klaar. En dat doen we dus wel met de garden, want we gaan dit eigenlijk eronder scheppen en zo min mogelijk roeren, althans niet te hard roeren, om te voorkomen dat de lucht die erin zit, dat die eruit gaat. Ik schep dat eigenlijk een heel klein beetje zo om en zo blijf ik daarmee doorgaan. Tot het helemaal eronder zit. Nou, ik heb het eiwit heb ik nu onder het mengsel erin zitten. Ik ga ook niet langer roeren als wat nodig is. Want alle roeren wat je doet zorgt ervoor dat de lucht er weer uitgaat. En je ziet dat het een mooi egaal mengsel is geworden. Waar verder geen eiwit meer zichtbaar is en eronder zit. Ik laat dit nu heel even. Ik ga nu de espresso maken die we nodig hebben voor het dompelen van de lange vingers. Nou, espresso is gemaakt. Ik heb de espresso in een iets langer bakje gedaan. Waarom? Omdat we zometeen de lange vingers hierin dopen. En dan is het gemakkelijk als je een iets langer bakje hebt. Ik gebruik voor dit recept gewoon de normale lange vingers gebruiken die we bij ons in Nederland in de winkels kunnen vinden. Maak je normale tiramisu, dan is het verstandig of beter om een Italiaanse lange vinger, die zijn iets breder, iets langer, om die te gaan gebruiken. Maar omdat ik een klein bakje gebruik,
past dat zelfs nog beter. Ik heb een bosvruchtenlikeur. Normaal gesproken gebruik je daar dus weer Tia Maria voor. Ik ga nu de bosvruchten, een goede eetlepel, gaan we daarin verwerken. Ik roer het heel even een beetje eronder. De smaak. Je ruikt het ook al direct. En dan gaan we vervolgens de lange vinger gaan we hier met de onderkant, niet met de suikerkant, eventjes indompelen dat het zo erin zit. En dan gaan we die in het bakje leggen. 2 of 3, niet zoveel uit. Ik ga het een beetje nonchalant ga ik het doen. Als je dit zou gebruiken in een schaal, ja, dan ga je gewoon de schaal eerst afdekken met wat huishoudfolie. Dan ga je daar de lange vingers op leggen. Dan ga je daar een heel klein beetje van de espresso overheen doen. En dan weer afwerken met de mascarpone of met de mascarpone mengsel en met de vruchten. Nou, dit hebben we gedaan. Ik ga er nu een heel klein beetje vruchten ga ik er overheen strooien. Dat gaan we ook heel nonchalant gaan we dat dan hier opleggen. Ik ga daar vervolgens gaan we daar hier het mengsel gaan we er bovenop doen. Ook dat hoeft niet al te mooi afgestreken te worden. Ik doe er wel voldoende op. En dan gaan we nu in ieder geval minstens een uurtje of 4 in de koelkast gaan we dat wegzetten. De bakjes hebben nu lang genoeg in de koelkast gestaan. Ze zijn mooi lekker opgesteven. Het is allemaal lekker ingetrokken. Wat ik nog gedaan heb, ik heb een plak witte chocola heb ik nu even fijn gehakt. Ik heb nog wat vers fruit in ieder geval en dat is ook ter decoratie. We gaan ja, in ieder geval gewoon wat vers fruit er bovenop leggen. Ik gebruik in dit geval gebruik ik nog eventjes een beetje van de aardbeien. We gaan nog wat grof gehakte witte chocola gaat eroverheen. En het toetje is helemaal klaar. Ik wens jullie smakelijk eten. Zijn er suggesties? Ik hoor het heel graag. De recepten staan onder de video. Smakelijk eten. Liken, uiteraard leuk. Ik hoor het graag.